Ja, en natuurlijk altijd weer de goede muziek op jouw halse Radio Victoria. En we hebben natuurlijk ook fans die soms eens bellen naar onze studio. Onder meer Julie, goedenavond. Hallo. Wat doe jij zoal op een avond zoals deze? Filmpje kijken. Filmpje kijken, oké. Okay, welke film bijvoorbeeld? Van alles. Actiefilms. Actiefilms, oké. Okay. James Bond bijvoorbeeld of zo, nee? Nee, die eigenlijk nog niet. Ah, ga je kijken naar die nieuwe van Skyfall? Goh, wie weet, ooit misschien. Ooit misschien, ja. Je bent toch niet zo echt een fan, hè? Maar meer actiefilms dan toch? Ja. Ja, oké. Okay. En wat doe je nog zo... Ja, en wat doe je nog zoal... je luistert natuurlijk naar het programma, dat wisten we al. Wat doe je nog zoal? Ik heb gehoord dat je hebt iets voor gehad, hè? Je hebt eten gemaakt of zo. En wat, vertel eens, wat is er misgelopen? Alles? Oei. Nee, dat kan toch niet. Allee, vertel eens. Nee, ben gewoon verbrand. Verbrand? Ai, ja. En je hebt er natuurlijk hopelijk direct onmiddellijk goede zalf aan gedaan. Nee. Nee, pas een dag daarna. Ah, de dag erna, oké. Okay. Ja, dat is toch al iets natuurlijk, hè. Dus, en hoe is het nu met je arm zeker of zoiets, was het? Goed. Ja, goed. Hij leeft nog, hè? Hij leeft nog, ja, dat is het belangrijkste. Ja. Zeg, Julie, ik wens je het allerbeste nog. En hopelijk amuseer je nog een beetje op een avond zoals deze, hè. Tuurlijk, dan. Voilà, en zeker blijven luisteren naar dit programma, want wij hebben nog steengoede muziek voor jou. Dus tot ziens en volgende keer. Bye bye, hè. Ja.